Het is slechts een paar minuten na afloop van de wedstrijd. Is de conclusie uiteindelijk dat de wedstrijd in zekere zin 4 minuten te lang duurde? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, even heel simpel, de stand is 10 punten verschil. En ik denk dat Würzburg op het eind heel goed gespeeld heeft. Ik denk wij een goede wedstrijd hebben gespeeld en uiteindelijk in het vierde kwart het even een beetje laten liggen. Ook tactisch, maar oké, daar gaan we naar kijken. What makes the difference in this game? I think it just wasn't our day today. We tried to mix it up, throw different things at them, and they adjusted well. They came in and knocked down shots, and they came out with a win. They played better than us today. Not your day. That means shot didn't fall. A little bit of luck wasn't there. Is that at the end? No, I wouldn't say it was luck. It just they happened to hit shots. Our defense wasn't as good as it normally was. We didn't force as many turnovers and they got a win. Leiden was heel dichtbij. Een echte wedstrijd, puur fysieke wedstrijd. Waar gaan we dan uiteindelijk net de mist in, om het zo maar te zeggen? Ja, de scherpte denk ik. We misten wat ballen, wat makkelijke schoten hebben we ook gemist. Maar het zat er vandaag niet in. Ik denk dat de Duitse ploeg wel hier moest winnen. Want zij hebben ook een wedstrijd laten liggen. En voor ons eigenlijk ook. Wij wilden gewoon vandaag winnen hier thuis. Dan doe je een hele belangrijke stap, hè? Precies. We begonnen goed. Maar uitstand zie je toch wel dat we wat vermoeid raken. Zoals ik zei, wat makkelijke ballen eigenlijk missen. En aan de andere kant zaten zij heel goed in. Kijk, uiteindelijk hadden we een hele goede eerste helft. Ik denk dat zij een wat slechtere eerste helft hadden. Dus daar moeten we ons niet op verkijken. Er ging geen bal van buiten in. Dus die stand is dan een beetje geflatteerd. In de tweede helft was het denk ik net andersom. Maar een goed momentum. Op een gegeven moment denk ik 6 punten voor. Dan kan je net niet doorpakken. En dat is gewoon zonde. En dan verlies je het momentum en dan denk ik dat op een gegeven moment ook de fitheid aan de andere kant... En dat is gewoon puur door de grotere rotatie, dat we daar last van hebben gehad. Ja, wij hebben wat blessures hier en daar en dat zie je uiteindelijk na de tweede helft. Zo'n wedstrijd zit eigenlijk met details. Hè. Zij komen hier om echt iets goeds te maken en wij moeten het ons thuis voordeel verdedigen. We hebben gewoon een goede ploeg en... We worden elke dag eigenlijk beter. We groeien elke dag naar elkaar. En het werd net ook al gezegd in de kleedkamer. Het is lang geleden dat we hebben verloren. Volgende week gewoon tegen de Turk is een belangrijke wedstrijd. Omdat het de thuiswedstrijd is waar je uit hebt verrast. Dus we gaan het gewoon rustig bekijken. En ik heb daar wel vertrouwen in. Oh yeah, of course. We'll go back to practice and prepare for them and we'll be ready for on Wednesday. Het is een hele poolfase eigenlijk waar iedereen van elkaar kan winnen en iedereen kan van elkaar verliezen. Het zal toch wel aan de laatste kwart liggen elke keer. Je doet het goed als je thuiswedstrijden wint. Iedereen is geneigd om van elkaar te winnen. Het kan, hè, volgende week? Het kan, het gaat gebeuren.